Holy fucking shit. Oké? Je weet toch, soms heb je gewoon niet veel woorden nodig om iets te beschrijven. Iets kan heel groot zijn, maar je kunt er maar een paar woorden voor nodig hebben. In dit geval, holy fucking shit. Is dat goed? Denkt wel. Dit is een kasteel gemaakt van TNT. Hoeveel TNT blokjes? 1,3 miljoen. Luister, dat is veel, oké? Okay? Kijk, ik kan lang of kort praten, maar dat is redelijk veel, oké? Okay? Er staat Have Fun, gemaakt door Golden MCTNT. Oké, we gaan eerst even, weet je... dit is zo groot, dit is in... Als je dit afstikt, ben je de lul. Oké, we gaan eerst even naar binnen. Wacht, we pakken even een fakkel erbij. Oh, wat doe ik? Oh my god, ik wou bijna een redstone fakkel erbij pakken, zodat ik dingen kon zien. Ik ben echt een debiel. Zo, we pakken even dit erbij. Oh, dat kunnen we natuurlijk helemaal niet neerhangen. Oké, glowstone. Zetten we even wat glowstone neer. Ik wil even binnen kijken hoe het eruit ziet. Of het ook echt een kasteel is van binnen. Ja, het is gewoon echt een kasteel. Gewoon echt met kamers en zo. Waarom zitten er in godsnaam schapen? Die guy die deze map heeft gemaakt wil gewoon altijd gewoon schapenvlees eten. Want die heeft gewoon allemaal schapen in het kasteel gepompt. Wat is dit? Wauw. Dit is nog best wel gruwelijk. Dat hij het ook gewoon heeft ingericht vind ik nog best wel cool eigenlijk. Dat hij gewoon dacht van, weet je, ik ga dan misschien wel het grootste TNT kasteel ooit maken. Wat waarschijnlijk elke Minecraft speler gaat neuken. Omdat namelijk Minecraft gewoon automatisch crasht. Ik bedoel, laten we even eerlijk zijn. Ik ga zo direct proberen dit af te steken uiteraard. Maar ik denk niet dat mijn Minecraft dat gaat overleven, to be honest. Ik bedoel, je moet wel echt een insane epische... Wow, kijk deze binnenkant. Je moet wel een insane goede PC hebben. Wil je in je Minecraft dit kunnen laten overleven. Oké, dit is het kasteel. Om even kort samen te vatten waar we naar kijken. Dit is het kasteel. 1,3 miljoen TNT. Om het nog even één keer te herhalen. Ja, de beschrijving van deze map is holy fucking shit. Om dat nog een keer te beschrijven. En we gaan hem afsteken. Dat is eigenlijk een beetje waar het op neerkomt. En we gaan kijken wat er met mijn Minecraft gaat gebeuren. Terwijl dit aan het afsteken is. Dus ik hoop dat jullie ready zijn. Doe even een dikke vette like op deze video. Ik zou het heel nice vinden als wij op deze video de 3000 likes zouden kunnen halen. Dan ga ik meer van dit soort mappen installeren. Ik vind het hoekje vind ik wel mooi om hem af te steken. Dus I hope you guys are ready to rumble. Oké. Het grootste TNT kasteel ooit, jongens. Ik ben heel benieuwd. Oh my god. Oh my god. Ik ben in trance. Ik ben op dit moment gewoon in trance aan het kijken naar het feit dat mijn Minecraft gewoon genomen wordt. Want mijn Minecraft gaat het gewoon never overleven. Ik bedoel, laat even eerlijk zijn. Oh, wat? Ik ben nog redelijk gewoon intact op zich. Ik dacht eerlijk gezegd dat ik helemaal naar de kloten zou zijn. Maar het gaat nog redelijk decent, you know. Oké. Jongens, ik ben heel benieuwd wat zometeen de naslag is van dit TNT kasteel. Wat dus gewoon momenteel de lucht ingeblazen wordt. Weet je wat het is? Ik heb hier ook de Too Much TNT mod in. En dat is ook natuurlijk heel leuk. Daar ga ik zo meteen ook nog even mee bezig. Om jullie even een indicatie te geven van wat normale TNT, hoe sterk een normaal TNT blokje is ten opzichte van bijvoorbeeld de Meteor TNT in de Too Much TNT mod. Maar besef dit, jongens. Dit is gewoon 1,3 miljoen TNT wat momenteel gewoon wordt afgeblazen. Weet je hoe insane veel dat is? Dat is gewoon belachelijk veel. Ik sta er ook echt van te kijken dat mijn Minecraft momenteel gewoon nog intact is. Dat is gewoon echt het laatste wat ik had verwacht. Ik had eerlijk gezegd verwacht dat mijn Minecraft gewoon echt wel alle kanten op zou vliegen gewoon, weet je wel. Dus dit vind ik redelijk knap. Ik vind het ook wel een mooi uitzicht zo. Ik vind het eigenlijk ook wel weer zonde om dit kasteel op te blazen. Want iemand is hier gewoon echt heel druk mee bezig geweest om dit te kunnen maken van TNT. Ik bedoel, laten we eerlijk zijn. Dit doe je niet zomaar. Is het nou gestopt? Waarom is het gestopt? Oh nee, laat maar. Het is niet gestopt. Ik dacht van, nee, het is gestopt. Dat is redelijk apart. Want ik heb het net nog af... Oh my god, oké. Ja, dit is... Weet je, we moeten het aan meerdere kanten afsteken. Dat is het gewoon. Als we het aan meerdere kanten afsteken, dan gaat het sneller. Ja, of een Minecraft wordt genoemd. Dat kan natuurlijk ook. Eén van die twee. Oké, we gaan gewoon kijken wat er gebeurt wanneer we het aan meerdere kanten afsteken, jongens. Let's go. We gaan er gewoon een beetje overheen op deze manier en dan zien we het wel. Oh my god. Kijk, Minecraft die lekt zo erg dat ik TNT in de brand kan steken. Ja, kijk, dan weet je dat er wat aan de hand is met je Minecraft. Als dat kan, dan weet je dat er echt wat aan de hand is met je Minecraft. Holy shit, oké. Ja, dit is een redelijk epische map, to be honest. Ik vind het ook nog steeds een klein beetje zonde om dit af te moeten steken. Maar ja, laten we eerlijk zijn, jongens. Dat is nou eenmaal waar deze map voor gemaakt is. Wauw. De Minecraft zonsondergang. Wat een prachtig plaatje. Het voelt echt heel raar. Om gewoon echt te genieten van een zonsondergang in Minecraft. Dan weet je wel dat je leven een beetje... Mission has been filled, you know. Wauw. Dit is toch wel een redelijk grote naslag. Maar
ik ben zeg maar de Too Much TNT mod gewend, you know. Dus dan is zeg maar niks meer zo erg eigenlijk. Want als je de Too Much TNT mod kent, dan weet je... Wow, holy shit, dat was in één keer 1000 klapper in mijn gezicht. Maar als je de Too Much TNT mod kent, dan weet je wat bijvoorbeeld de Meteor TNT doet. Die maakt letterlijk gewoon de krater die je hier nu ziet. Door middel van de misschien 100.000 TNT die af is gegaan. Of 2 ton misschien wel. Dat is wat de Meteor TNT in zijn eentje doet, weet je wel. Dus dat is toch wel weer iets, je weet toch. Ik ben dit wel gewend, zeg maar, na al die TNT-video's. Maar ik ben niet gewend om een kasteel te zien gemaakt van 2,8 miljoen TNT. Of was het 3,8 of 1,8? Ik weet het niet meer. Maar het was in ieder geval een hele hoop TNT. Laten we het daarop houden. Wow, oké, dit is insane. Kunnen we deze ook afsteken? Ik wil eigenlijk dat het gewoon allemaal wat sneller gaat. Maar het is misschien gevaarlijk om dat nu te gaan doen. Wauw. Nou, ik heb het eigenlijk wel gezien, jongens. We weten dus nu in ieder geval wat er gebeurt wanneer je dit afsteekt. Dus ik doe gewoon TP, people, jopje. 777777777. Zo, dan teleporteer ik mezelf weg, voor zover dat gaat lukken. Ik denk eerlijk gezegd dat mijn Minecraft dat niet gaat toelaten. Ik weet bijna zeker dat mijn Minecraft dat niet gaat toelaten, to be honest, want... Oh jawel, oké. Dan wil ik namelijk even laten zien wat ik bedoel met de Too Much TNT mod. Ik heb hem natuurlijk al super vaak laten zien aan jullie, maar ik wil gewoon even een soort van vergelijkingstest doen. Alsof ik een soort van keurmerk ben, wat zeg maar twee verschillende soorten producten met elkaar gaat vergelijken om te kijken wat de beste kwaliteit is. Dat is wat ik even wil gaan doen, wanneer mijn Minecraft zeg maar niet meer geneukt wordt, want op dit moment gaat het niet helemaal goed, geloof ik. What the fuck? Ik vlieg gewoon letterlijk in de middle of nowhere. Hey, mijn naam is Dutch Shoer. Wil jij ook in de middle of nowhere vliegen? Installeer dan nu de Castle Map. Oh. Ik zit in de grond. Oké, jongens. Dit is dus wat een normaal TNT-blokje aanricht. Het is gewoon... Het gaat gewoon kapot. Maar nu. De TNT keer 20. Gaan we gewoon even in vergelijking stellen. Dit is dus wat een normaal TNT-blokje deed. En nu de TNT keer 20, jongens. Let's go. Kijk, let op. 3, 2, 1. Daar gaat hij. En dan zie je dat dat toch al wel redelijk wat heftiger is. Oké, nu doen we eerst dus de normale TNT. Ik ga het jullie weer even laten zien. Dit is de normale TNT. En dat stellen wij in vergelijking... Met de Meteor TNT. Laten we eens een keer gek doen. Dus dit is wat de normale TNT aanricht. En nu kijken we heel even naar boven. En als het goed is, zien wij dan zojuist of zo direct inderdaad een meteor uit de lucht vallen. Dan gaan we even kijken wat het verschil is tussen de normale TNT en de Meteor TNT. Qua beschadiging wat het aanricht. Oké, jongens? Ik ga even goed kijken. Kijk, en dit bedoel ik dus, jongens. Een normaal TNT blokje stelt helemaal niets voor vergeleken met de Meteor TNT. Want kijk even wat Minecraft zojuist is gebeurd. Minecraft is gewoon helemaal gewoon gepakt. Er is gewoon niks meer van mijn Minecraft over. Tenminste, van mijn Minecraft wel. Maar van deze Minecraft-wereld is er weinig over. Dus dat is al redelijk heftig. Hetzelfde heb je natuurlijk met de Meteor Dynamite. Die is wel iets minder erg, geloof ik. Ik ga voor de grap eens even kijken wat er gebeurt. Kijk, deze krater, jongens. Kijk of we er dan hier eentje neergooien, hier eentje neergooien en hier eentje neergooien. We hebben dus nu 3 meteoren, hebben we als het ware, neergegooid. En je ziet ze inderdaad al heel mooi neerstorten. En we gaan eens even kijken wat hier de naslag van is, jongens. Of dat ook een beetje heftig is. En dat is inderdaad ook redelijk heftig. Want je ziet namelijk dat er een tering groot gedeelte van mijn Minecraft-wereld gewoon helemaal weg is gewoon. Dat is op zich redelijk duidelijk, I guess. Dus dat op zich. En dat is dus de reden dat TNT-kasteel zag er cool uit. Maar als dat nou gemaakt was van Meteor TNT-blokjes. Kijk, dan was Minecraft gewoon helemaal kapot gegaan. Dan was er gewoon letterlijk niks meer van mijn Minecraft over. Dan was denk ik gewoon de hele Minecraft-wereld weg. Ik weet niet hoe groot de Minecraft-wereld is, maar die zal dan waarschijnlijk wel weg zijn geweest. En we hebben natuurlijk de Revolution TNT. Even om weer in vergelijking te stellen. Dit is de normale TNT. Gaan we even afsteken. Dit is wat de normale TNT doet. Kijk, bam, klein beetje schade. En dit is wat de Revolution TNT doet. De Revolution TNT is eigenlijk een soort van TNT-blokje die zichzelf veelvoudigt, terwijl die aan het afgaan is. Dus er komen allemaal losse TNT-blokjes nog eens een keer uit. En dat is op zich best wel gruwelijk als je het mij vraagt. Het ziet er op zich ook best wel episch uit, to be honest. Je ziet echt zoveel verschillende soorten TNT-blokjes op de lucht in zweven, jongens. Dat is werkelijk maar insane. Maar ja, ik heb zojuist dit dus aangericht met gewoon een paar normale TNT, of niet met een paar normale TNT-blokjes, maar deze krater heb ik zojuist aangericht met een aantal Meteor TNT, een aantal Meteor Dynamite en dus de Revolution TNT, die momenteel nog steeds aan het afgaan is. Was best wel heftig. In ieder geval... Oh nee, wacht, ik wil nog even één ding laten zien. Ik ga hem gewoon eens voor de grap doen, want we hebben hier natuurlijk nu een hele mooie krater. Ik vind eigenlijk wel dat deze krater bewoond moet worden. Dus wat we gewoon gaan doen, is we maken gewoon de allerhoogste freaking toren van Animal TNT ooit. En de Animal TNT vind ik persoonlijk echt wel de allerleukste TNT in de Too Much TNT mod. En jullie weten waarschijnlijk wel waarom. Tenminste, de kijkers van mijn YouTube kanaal die mijn TNT video's regelmatig kijken, die weten wel waarom. En dat ga ik nog even één keer heel duidelijk laten zien. Kijk, let op. Let's go. Bam, 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 bam. Ik vind het zo leuk, jongens. Zometeen is het gewoon helemaal bewoond door beesten. Kijk. Dit is gewoon zometeen één grote dierentuin. Holy fucking shit. Je ziet zoveel verschillende soorten mobs door de lucht heen. Oh, ik vind het echt fantastisch, jongens. Ik vind het gewoon echt meer dan fantastisch. Kijk dan. Kijk hoeveel verschillende soorten mobs er door de lucht heen zweven. Ik zie blazes, magma cubes, creepers. Ik zie zelfs van die mushroom kous zie ik zelfs door de lucht heen zweven.
Nou ja, jongens en meisjes, bedankt voor het kijken van deze video. Willen jullie nou meer dat ik van dit soort epische TNT mappen ga installeren? En dat ik gewoon lekker ga aankloten met de Too Much TNT mod? Doe dan even een dikke vette like. Abonneer natuurlijk op mijn YouTube kanaal als je dat nog niet gedaan hebt. Minecraft is een beetje laggy. En ik snap op zich ook waarom. Het was je boy de Tuber. En tot de volgende keer. Adios.